De Surinaamse Politie Bond, SPB, is er niet over te spreken dat 3 rekruten niet zijn beëdigd gisteren. De vakbond zegt dat ze niet officieel op de hoogte was gesteld dat niet alle rekruten zouden worden beëdigd. SPB-voorzitter Raoul Hellings heeft de beëdigde aspiranten toegesproken. Hij gaf aan dat het bestuur dit niet zo zal laten en dat de bond alsnog voor de 3 niet beëdigde rekruten zal opkomen. Heeft de bond iedere keer weer erop gehamerd dat de werkgever u moet kleden. Het is steeds maar uitgesteld. En we proberen ons toe te houden met iets van ja, het komt wel goed. Uiteindelijk als aan de combo. En het laatste wat we gaan doen, is dat we als aspirant-agent van politie zo over straat gaan. Het gaat niet gebeuren. Gaat niet gebeuren. Wat we dus gaan doen, in ieder geval het bestuur gaat bij de korpschef navraag doen omtrent de reden van de 3 mensen die niet beëdigd zijn geworden. En voor u blijft de zaak ongewijzigd. Procureur-generaal Roy Bainat Pandey stond na de beëdiging van de manschappen de pers te woord. Wat de 3 niet beëdigde recruten betreft, gaf hij aan dat die zaak met justitieminister Kenneth Amoxi moet worden besproken. Hij gaf wel aan dat er procedures zijn die gevolgd moeten worden, vooral bij het werven en aantrekken van politiepersoneel. Nou, die beschikking van de minister om de recruten van de opleiding op die beschikking te krijgen om die te kunnen aanwerven als aspirant-agent van politie, die hebben wij gekregen op enig moment, ik dacht in juli van dit jaar, of in mei of juli van dit jaar. En bleken er personen op de lijst voor te komen die in het databestand van het Openbaar Ministerie waren aangetekend als ze zijn in aanraking te zijn gekomen met politie. En dan ligt het op onze weg om daar de minister erover te informeren. En dat is ook gebeurd. Dat bij het proces van werving ten einde de selectie tot stand te brengen om toe te treden tot de elementaire opleiding, blijkt dat er recruten bij zijn die een eerlijk antwoord hebben gegeven met betrekking tot hun verleden. En tevens hebben gemeld, ja, ik ben met de politie in aanraking gekomen, ook het jaartal hebben opgegeven, een aantal. En wat zien wij? Dat de werving- en selectiecommissie desalniettemin hun heeft toegelaten tot de opleiding. Tot zover procureur-generaal Roy Bainat Pandey. Hij stond de media gisteren te woord na de beëdiging van de 166 recruten tot aspirant van politie. De PG benadrukte dat de overige 3 recruten die niet zijn beëdigd in het verleden in aanraking zijn gekomen met de politie.